is degene die onder jouw bezielende woorden slag over de rechterkant heen ging, maar drie keer toen een redcorrectie te veel, één te veel voor de finaalplek. En deze kant gaan we los in de stand achter de stad en trappen we af met de winnaar van Wekeren. Kinderen in de stad, 2500 en de baan zijn we verder. Zullen we nog kort maken? Zijn we in 0 Erichem, hier voor de vierde beef! Yo, mooi, dik van de kaart. En de zon is erover. Ja, dat is het wel, hoor. Deze kant voor de oude vrij, ik voel vorig jaar, op de vorige editie. Doe je dat, die werkt ook altijd. Als je bij de ene kraan laaien met zand en gewoon een rondje rijdt en bij dezelfde kraan weer terugkomt. Ja, ja, zo, je werkt wel. Dat is het zo. Nou. Mooi man, bedankt hè. Yo! Even kijken, de aandacht aan de trekker weer geeft. Jan natuurlijk zijn bedrijf heeft. Jan Wiebak met alle rotsen daaromheen. Maar Tjomé, in ieder geval de benen is die hier weer met maximale concentratie. Tjomé, die onbeest is. Aan deze kant gaan we voor de officiële volgende. Is het een vijf met de Ik heb een heel goed gezien in deze passie, want hij is een van de
krijgt het in deze klasse zo ongelooflijk zwaar op zijn kiezen. Dat wil je niet weten. Dat is al meerdere keren met de genomen schade de paard gegaan. Maar keer op keer vind ik het niet. Want jij had het over één ding, ik noemde dit ook een 96 ronde, dan is het dan duidelijk niet zo zeer te zien. Maar rijdt hem bij Koelbeurt, samen met zijn wederhelft Petra. Kijk naar de kabeltjes op de schakelen, dan zit hem alles op zijn plek te houden. Rustig aan het rustig aan het niet. De insteek is hier in, de insteek is hier zelf niet in zijn huis gaan en meepakken met de mee kompakken. En dat doet hij dus. En dan wordt er een afstand van het wedstrijdsecretariat gecommuniceerd. Dan ben ik heel druk dat hij genoeg is voor een finaleplaats. Jazeker. Gaat in de finale bij. Het rechterbij. Ja, zo. Het is de kerst. Wel dat misschien nu wel terug naar die vorige versnelling, maar in die overpowered is. En dat ik Henk en Gerrit met elkaar verwissel, dat heeft alles te maken dat het Henk Gerrits is. Ik snap het ook helemaal. Dat neem ik niet heel kwalijk, hè. Ik druk alleen mijn neus op de pijp. Jazeker. Paul Beer aan deze zijde. Goedemiddag voor de hoofdspeler. Met Aapapé. Een stukje van de laatste, een fractie te laat inzet, maar goed. We gaan aan deze kant als eerste maal, tweede maal groep voor de merken. De laatste van Zandwerken, de eerste stand van Huisdag, die staat weer in de weg, yes. Een pakket moet zijn. En dit slot er een dubbele glas doorheen. Gaat het niet hangen? Overrijden. Kopje koel gehouden. En het zaakje eigenlijk heel met name trots in de eerste week de deze keer teruggereden. En staat er vlak onder. En dan zit de last in de finale. Want Van Dijkje kan niet terugkomen. Van Dijkje. Thank you.
Mooi. Ja. Ja, wat gaan we hier aan fouten zitten op de plek terug is. Dus we zullen minimaal naast de sleutelaar volgen hier groen zijn. Dus gaan we toestrijden. Ja, van Vallen. Ja, met de combinatie die we doen. Trek van Vallen. En ja, de rechtstand die is gezocht en gezonden. En die heeft hier dan weer gehoord. Maar van Vallen is gehaald. We hebben deze weer draaien voor de derde. Het gaat om als drie-koud vernooi, draaien ze eruit van Oudink en de broeders van Alk. En dan gaan we zo verder bij de G. We geven goed even, jongen. Ja, precies. Dank u. De ene Fiat, ja, van de andere. De vrienden van Stadje, van de Fiat. De Fiat ook niet wel de tijd van de baan. Hier komt meer aan, van Leuk, Fiat, de andere. Want hij zet hem praktisch bovenaf. Hij is nog niet even naar uren benijden. Dat is helemaal niet ver vandaan. Nee, dat is dan wel. Sleutelaar gaat lichten. En dan is het spektakel aan jouw kant. Dat is helemaal allemaal in de finale. Yes. En één voor in de presentatie. Zo goed van de Hoe ja. Klopt ze dat bij de baas, hè?